Het is natuurlijk ook nog belangrijk om te weten hoe je je bestand opslaat. En wat ook niet zo heel handig is, ik heb hier een groot A4'tje waar eigenlijk maar een klein logo op staat. Als ik dat ga exporteren, krijg ik dat hele witte vlak mee. Dus die twee dingen gaan we nog even mee aan de slag. Allereerst zorg je dat je het zwarte pijltje hebt en dat je niks hebt geselecteerd. Dus je kan het altijd even in het grijs klikken. En dan kun je hier in de bovenbalk naar documentinstellingen. En daar staat dan in tekengebieden bewerken. Waarom dit zo handig is, is omdat je nu eigenlijk per tekengebied precies de grootte van het logo, en dat mag best wel een beetje ruim, eigenlijk aan kan geven van dit is eigenlijk het vel waarop ik werk. Je kan altijd zo'n logo nog groter maken natuurlijk, maar op deze manier, omdat we met Illustrator werken, hebben we ook altijd een scherp logo op welk formaat je het ook wel maakt. Dat maakt dan weer niet uit. Maar op deze manier maak je dus netjes je tekengebied zo groot als je logo, zodat je niet straks heel erg veel wit om dat logo heen hebt als je hem gaat exporteren. En nou, dat hoeft niet super strak eromheen, maar gewoon dat je niet heel veel wit hebt. Je kan steeds van tekengebied naar tekengebied springen door hem gewoon de volgende aan te klikken. Nou, waar je even voor uit moet kijken is dat als je, dat je ook je hele tekengebied kan verplaatsen, dat wil je niet. Dus doe dan even Command Z, een stapje terug. Maar dat je echt even vanuit een hoekpunt zegt, dit is de grootte. Nou, je kan natuurlijk uiteraard een beetje inzoomen. En een hoekpunt is het makkelijkst omdat je dan eigenlijk vanaf twee kanten tegelijkertijd kleiner kan maken. Nou, het is nu goed om het Illustrator-bestand op te slaan. Dat is het bestand waar je mee kan verder werken. Dus met opslaan als kun je eigenlijk aangeven van waar wil ik mijn bestand hebben. Je kan natuurlijk een nieuwe map maken en je ziet dan is het een .ai-bestand. Wat ook verstandig is, is om er een PDF van te maken. Een AI-bestand, als ik die aan iemand anders stuur, dan moet hij ook mijn lettertypes hebben, tenzij ik ze heb omgezet naar lettercontouren, zoals deze. Dus dat zijn natuurlijk nu eigenlijk vormpjes geworden, dus dat lettertype hoef je niet meer. Maar bijvoorbeeld deze, dat onderste, dat is gewoon nog een tekst, dus daar kan ik ook gewoon nog in typen. Dus daarvan zou je dan ook het lettertype moeten hebben om hem te bewerken. Maar je kan hem ook opslaan als PDF en dan heb je het lettertype als het ware ingesloten. Dat doe je ook gewoon met opslaan als en dan staat hier tussen Adobe PDF. Nou, je hebt hier altijd nog wel allerlei opties, maar voor nu mag je dat gewoon zo laten staan. Nou, ook wil je een logo vaak ergens hebben, zoals bijvoorbeeld online. En dan gaat een PDF niet en dan gaat een Illustrator-bestand ook niet. Dus dan wil je het exporteren en dat doe je ook weer met bestand. En daar zie je staan exporteren en dan bijvoorbeeld exporteren voor schermen. Dus dan heeft het een lage resolutie. Nou, je kan hier ook gelijk aangeven of je al je tekengebieden wil of alleen één specifieke. Nou, laat ik zeggen, ik doe alleen even die. Het fijne is, je kan nu zeggen, ik wil hem alvast groter. Dus dan heb ik een PNG die bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, 4 keer zo groot is als mijn eerste voorbeeld wat ik hier heb gemaakt, zodat ik hem sowieso groot genoeg heb. En dit is dus zonder verlies van kwaliteit of dat hij bijvoorbeeld onscherp gaat worden. Je kan hem ook gewoon op één keer doen. Je kan ook zeggen, nou, ik wil er 1 op 1 keer en 1 op 4 keer. Kan ik zo het verschil even laten zien. En dan zeg je tekengebied exporteren. En in dit geval had ik hem dus alleen met het derde tekengebied. Nou, hij maakt dan een mapje 1 keer. Daar staat deze op. Ik zal hem even met spatie laten zien. Hij heeft een transparante achtergrond. Dat is heel fijn. Dat doet een PNG. En die van 4 keer, nou ja, die is als ik hem met spatie even zo laat zien ook echt een stuk groter. Nu, een PNG is wel een bitmap geworden. Dus als ik nu ga inzoomen, dan zie ik wel pixels. Even heel duidelijk hier. Maar het Illustrator-bestand, dat blijft vector. Dus dan kan ik altijd vergroten, verkleinen. Als ik bijvoorbeeld op een enorme gevel zo'n naam of zo'n logo wil, dan heb ik op de goede kan ik hem op de goede grootte zetten vanuit Illustrator. Dus vandaar dat het belangrijk is om ook altijd het basisbestand ook te bewaren. En niet alleen te denken, nou ik heb de PNG, ik ben klaar, ik hou mee op. Want als je deze nog veel groter zou willen, ja, dan gaat het er heel onscherp uitzien, zoals je hier ziet.